Nou is het belangrijk natuurlijk om, als je naar een wedstrijd gaat, om je schoenen goed schoon te maken. En daar ben ik nu mee bezig. Want ja, deze zien er niet meer uit. Ik ga deze niet aandoen, maar ik vind het wel belangrijk dat een beetje netjes uitzien. Dus ik ben ze nu even aan het schoonmaken. Aan de Heese weg ligt ons terrein, daar wil zondags iedereen zijn. Rood en wit, die zijn er niet te stoppen en willen alle tegenstanders kloppen. Ze geven hen steeds weer van katoen, dus worden ze kampioen. Het rood en wit, dat is de kleur der Osse. Wat moeten ze leggen? Hier moet je gefouilleerd, zo, en dan, zo. Er is geen andere club die haar kan evenaren. Al 50 jaar draaien zij reeds al mee. Nou, Jeroen, wat vond jij van het spelbeeld van de SC Os? Wil je dat ik serieus doe of wil je dat... Ja, nee, bloedserieus. Jij serieus? Nee, ik zeg jij. Nou, ik moet serieus. Ja, knip. Oké, door. Dus je hebt er geen commentaar op? Nee, ja. Ik vond, ik vond dat de countertactiek van Os... Ja, op zich in de eerste helft wel redelijk
tegenstander. Ja. Ik vond Volendam op een gegeven moment, het begin 20 minuten of zo, vond ik ze nog best wel op zich sterk hoor. Tenminste na het begin. Waren 10 minuten gespeeld, dan die 20 minuten daarna. Dus zeg maar tussen de 10 en 30 minuten vond ik ze nog best wel sterk. Hoor. In de eerste helft of tweede helft? Eerste helft. Ja, eerste helft. Eerste helft waren ze nog niet zo heel sterk, dat klopt. Maar tweede helft zag ik ze echt wel in. Ja, maar... Ik moet eerlijk zeggen, Emma, als ik Emma zag, die goal, afgekeurd. Ik weet echt nog steeds niet wat voor reden waarom die afgekeurd was. Jeroen, wat vond je van die eerste goal? Dan hoeft het toch helemaal niet afgekeurd te worden? Nee, het hoeft niet afgekeurd te worden. Pas, tenminste, dat zei Manu Cho. Ik weet niet meer, wat vond jij ervan, Levi, is die goal? Ja, ik vond het raar. Hij had van mij gekeurd, ook wel goed gekeurd. Ja, want die jongen die scoorde uiteindelijk, die maakte geen overtreding. Misschien dat iemand anders het maakte, maar ja. Je bent het toch niet aan het filmen, vindt ze? Nee hoor. Nee, maar ik ben het er helemaal mee eens. Alleen die kans die te paal is. Eigenlijk met sommige aanvalacties had ik echt zoiets. Je had het beter zo kunnen doen, beter zo. Je had sneller, weet ik het wat. Maar goed. Maar het is ook Jupiler League, vindt ze. Ja, maar buiten dat. Dan vond ik... Ja, oké, nee. Dordrecht, FC de Bosch was ook niet veel. Je moet het latje niet over. Maar ik vond het Excelsior RKC wel hoog was. Ja, maar dat is ja, nou, maar ja. Dus. Ja. Maar Excelsior voetballen... ja, misschien ligt het ook natuurlijk aan de tegenstander. Want dat is ook gewoon... Zelf als je voetbalt, als het ware... Als jij met medespelers die... Als je goede voetballers met goede voetballers voetbalt, gaat het voor jezelf ook makkelijker, weet je wel. Natuurlijk is dat een stuk beter is. Maar ja, ik denk dat het dus ook is. Want ik denk echt wel dat er een paar lekkere voetballers tussen zitten. Maar goed. Ik sta wel bovenaan.